Wijze mensen weten. Alleen een dwaas komt hier ten val. Maar recht in jouw hart, daar is het. Daar is het echt waar ik landen zal. Nou, Monique Jansen, staan we in de Theaterkerk. Vandaag openbare repetitie van Amazing. Vanwaar dit initiatief? Omdat ik eens wilde laten zien en vooral horen aan mensen wat Amazing betekent. En om te kijken of we misschien ook nieuwe leden kunnen werven. Wie weet ook een muzikant vinden. Maar vooral om te laten zien dat Amazing inderdaad een koor is dat je doet verbazen. Omdat wij een koor zijn dat ook leden heeft die denken dat ze niet kunnen zingen. Of die vroeger wel eens gehoord hebben van, zing jij maar niet meer mee. En ik wil het tegendeel bewijzen dat ook mensen die dat ooit gehoord hebben of denken, dat ze toch kunnen zingen. En dat het vooral heel leuk is om samen te zingen. Ida, nou ben je een van die koorleden die blijkbaar niet kon zingen. Hoe gaat het nu? Hoe gaat het nu? Tenminste, dat dacht ik al. En ik ben niet de ster, echt niet hier, maar ik kan wel meezingen. En ik weet wanneer ik vals zing, dus dan hou ik mijn mond even dicht. Maar dus, gewoon, het is zo gezellig, zo leuk. En het is, ja, het is gewoon heerlijk om bezig te zijn. Je hoofd staat stil, je bent gewoon met z'n allen bezig om te zingen. Dat is super. Super ontspannend, super... Mooi, super. Falling in love with you. Nu repeteren jullie op donderdagochtend, maar ik begreep dat er nog wel wat leden bij kunnen, of niet? Ja, zeker. Het is altijd handig, omdat met een optreden heb je wel eens mensen die dan niet kunnen, of om elkaar nog beter te versterken, want we merken gewoon samen zingen, dat is de kracht. En als je met nog meer mensen bent, kun je nog meer kracht halen om samen lekker, wat Ida zegt, je hoofd leeg maken. En vooral genieten van het zingen. Ida, en hoe leuk was het vanmiddag? Ik vond het super ook weer. Heel leuk. Ja, mensen om leden te krijgen, maar ook om even aan andere mensen te laten horen wat wij kunnen en wat we doen. Ja, en ik zei al bij de ingang, we zijn gek op mannen, want die hebben het hardste nodig natuurlijk. Hè? Ja, dus bij deze ook de oproep. Monique, als er nou mensen graag mee willen doen, waar kunnen ze zich dan melden? Ze kunnen een mailtje sturen naar Monique Jansen met 1 S @indestemming.nu. Het kan ook op het telefoonnummer 06 41 37 39 85. En ik hoop dat ze op die manier ons weten te bereiken. En op Facebook hebben we ook een pagina. Volgens mij op de achtergrond horen we al een aantal potentiële leden, of niet? Lijkt er wel op, inderdaad. Hè? Ja, dat zou heel mooi zijn. Ik ga eens kijken of ik ze kan charteren, inderdaad. Ja. Nou, dankjewel, dames. Ja, dankjewel. Oké.